Het is nu heel duidelijk dat een belangrijk deel van de partij niet tevreden is over de gang van zaken. Ook ik vind dat een ander bestuur het roer van de partij moet overnemen. Dit zegt Michel Felici, prominent lid van de politieke partij Broederschap en Eenheid in de Politiek, BEP. De partij heeft morgen bestuursverkiezingen. Deze verkiezingen zouden september vorig jaar plaatsvinden. Voorzitter Celsius Waterberg gaf toen aan dat vanwege omstandigheden, die hij niet nader noemde, de verkiezingen waren uitgesteld. Volgens Felici is er veel dat anders aangepakt moet worden door het bestuur van de BEP. Met name de samenwerking in regeringsverband moet grondig geëvalueerd worden. Ik vind dat we op dit moment eraan toe zijn om de samenwerking in regeringsverband aan een grondige evaluatie te onderwerpen. En als die evaluatie uitwijst dat we door moeten gaan binnen de regering, dan moeten we dat doen. Ik vrees, wat mij betreft vrees ik dat die evaluatie zal uitwijzen dat het samenwerken in de coalitie ons niet genoeg voorspoed gaat brengen. Een andere zaak is dat 2020 daar is, dat er verkiezingen op komt zijn en dat nu al analyses moeten worden gemaakt over mogelijke samenwerking met andere partijen. En ik vind dat die zaken te lang uitblijven. U bent dus, als ik een beetje concreter mag zijn, niet tevreden over de samenwerking met NDP? Ik ben niet helemaal tevreden. Ik vind dat er meer eruit zou moeten worden gehaald. Maar laat me concreet zeggen, een aantal zaken waar we ons aan gecommitteerd hebben, daar ben ik persoonlijk ontevreden mee. Felici, die zich ook kandidaat had gesteld voor het voorzitterschap, heeft zich onlangs teruggetrokken. Hij zegt dat hij uit respect voor Caprino Allendi heeft afgezien van deze strijd. Hoewel de meningsverschillen heel groot zijn, benadrukt Felici dat er geen sprake is van oneenigheid binnen de partij. Verschil van mening wordt makkelijk vertaald als oneenigheid in de politiek. Daar leg ik de nadruk op. Ja. Oneenigheid. Ja. Is er sprake van oneenigheid? Oneenigheid is wat anders. Oneenigheid is het uiterste. Het gaat nu meer om verschil van mening. Ja. En jammer, ieder verkoopt dat op zijn of haar eigen manier. Maar tussen de leiders is er geen oneenigheid. Er zijn wat mij betreft wel wat haken en ogen. Maar ik heb er vertrouwen in dat die haken en ogen op de ALV van morgen zullen worden gecorrigeerd. En dat eventuele plooien in orde zullen worden gemaakt. Natuurlijk, voor zo'n grote organisatie moet je niet verwachten dat er geen schoonheidsfoutjes worden gemaakt. Maar op het moment is daar, die ALV is daar om zaken die eventueel scheef zijn, om die snel weer recht te trekken. Michel Felici, prominent lid van de politieke partij BEP. Hij ziet graag dat na de bestuursverkiezing van morgen een andere voorzitter de leiding krijgt van de partij.